Ik ben Rob van Wavel, de hoofdredacteur van het stripblad Echo. En op die manier zijn we ook gelieerd aan het NK Stripteken. Want wij zijn natuurlijk altijd op zoek naar nieuw talent. Mensen die voor ons het stripblad willen vullen. En we zijn ook blij om jullie hier in Oosterhout te hebben, op de redactie. En jullie gaan vandaag laten zien hoe goed jullie zijn in het tekenen van strips. Jullie zijn hier terechtgekomen nadat we ons eerst door zo'n stapel tekeningen hebben verwerkt die we uit heel Nederland hebben toegestuurd gekregen. Meer dan bijna 300 inzendingen hebben dit jaar gehad. En dat betekende dat we elke tekening, elke pagina moesten lezen en moesten beoordelen op het tekenwerk. Er ook iets van moesten vinden natuurlijk. En zo hebben we er heel veel stapels gemaakt. En op een gegeven moment hebben we dus uit elke leeftijdscategorie 5 finalisten overgehouden. Nou ja, en dat zijn jullie, hè? En jullie zitten nu hier als finalisten van het NK Stripteken. Van harte welkom. Ik zal het verder niet langer houden, want jullie willen gewoon heel graag gaan tekenen natuurlijk. Een paar spelregels misschien nog. Zometeen nemen we alle papa's en mama's mee. Dus blijven jullie lekker hier in alle rust achter. Je hebt 2 uur de tijd om te tekenen. Van 1 tot 3. Daar hangt de klok. Je staat bij. Zit je nou tegen 3 uur aan en je bent nog met dat laatste plaatje bezig en er moet nog een lijntje getrokken worden, moet er even iets ingekleurd worden. Geen paniek. Ja, daar komen we gewoon uit. Dan pakken we er gewoon een paar minuutjes bij. Maak je niet druk. Werk lekker op je gemak. Gebruik de tijd. En wil je wat drinken, wil je wat eten, et cetera, staat er ook allemaal. Om 3 uur dan verzamelen we eigenlijk al inzendingen. En dan gaat de jury, Dick Heijns, tekenaar van onder andere 40 Hours, en Mark van Broekhoven, onder andere van Jo Dokus de Barbaar. En ik mag ook meedoen als jullie willen. Gaan wij kijken wie de winnaar is geworden van welke categorie. Want er gaan 3 winnaars natuurlijk naar huis. En de winnaar krijgt in de leeftijdscategorie een trofee van het NK Stripteken. En moet je toch nog een beetje opschuiven. Er liggen hier 3 stripboeken van elke €250. En de winnaar van de ook met een stripakket. Alle finalisten krijgen ook nog een stripakket. Dus sowieso ga je niet met lege handen. Nou, alles spannendste komt nu. Want wat moet je nu gaan tekenen? Want we hebben natuurlijk een opdracht verzonnen waar je je strippagina over moet doen. Nou, hou je vast. Wat we dachten van, we zitten in een hele speciale deal op dit moment. En problemen met gas, met gezondheid, en met ik bedoel maar. Heel veel mensen zijn ermee bezig, maar we kunnen ook een heleboel mensen gebruiken om het gewoon allemaal op te lossen wat er misschien met de wereld een beetje fout is. Dus wij dachten van, ga de wereld redden. Ga de wereld redden in je strip. 1 pagina. En dat mag door middel van een superheld. Dat mag door middel van een bestaand figuur erbij te halen. Of, enfin, jullie zijn de stripmakers natuurlijk. Ik hoef dat allemaal niet te gaan vertellen. Dus dat is de opdracht. Red de wereld. Ik ben nog een corona. Alle ouders, super om mee. Ik ben niet zo goed.
maken en je hebt hier papier nodig. Maar gewoon zeggen, we zijn hier gewoon om jullie te helpen. Moet je stiften doen? Moet je ook zeggen, jij hebt ook stiften? Ja? 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 Ja jongens, sorry dat het zo lang duurde. Je hebt allemaal helemaal aan jezelf te danken. Dat je niet zo moeilijk moet maken voor ons. Het lijkt me gewoon het beste om gewoon te beginnen met maar meteen de winnaars te noemen. Vier categorieën. En van elke categorie hebben we dus een winnaar gevonden. Als drie categorieën. Oh, drie categorieën, sorry. Als ik je naam noem als winnaar, kom deze kant op. Dan krijg je in ieder geval de trofee. En neem ook meteen je vader en je moeder even mee. Een enorme stapel stiefelen tegen jou. Ik begin met de categorie 9 tot 11. De winnaar slash winnares heeft gewonnen omdat wij vonden dat de personages fantastisch acteerden. Heel goed tekenwerk zat. Het was een mooi afgerond verhaal en lekker absurdistisch. Jij houdt je stand erbij. De winnaar is Mila Nijhoft. Nou, kop is eraf. We gaan nu naar de tweede leeftijdscategorie. 12 tot met 14. De winnaar, slash winnares, anders geef ik het wel cadeau. Wat we zagen was een topstrip. Gewoon een professionele strip. De inkleuring was goed. Juist omdat het gewisseld werd tussen achtergrond en voorgrond. Vanwege de tijd was het natuurlijk voor sommigen niet mogelijk alles maar in te kleuren. En de winnaar, deze winnares, heeft ervoor gekozen om deze achtergrond alleen van kleur te laten wisselen. En de personages zwart-wit te houden. Maar dat kreeg wel een heel leuk effect. En het was gewoon de beste grap die we vandaag gelezen. Ja, absoluut. Het was een hele sterke grap, ja. En daarnaast, als je niet verder gaat als tekenaar of tekenares, kun je sowieso als letteraar verder, want dat is hetgeen wat ons opviel. Het is met de handwoorden die ballons volgeschreven. En dit was met zo'n prachtig handschrift. Onderkast, dus kleine lettertjes. Extra moeilijk. Het zag er prachtig uit. Ja, perfect. Ja. De winnaar is geworden Roemer Junke. Woehoe!
dan enorme vers. Is dat wel goed zitten? Zo. Heeft gekozen om dus de dieren te maken, de tropische dieren. En die zagen er stuk voor stuk fantastisch uit. Wasbeer, tijger, panda, ontzettend mooi. Ja, de oogjes, bij sommige dieren waren de oogjes had geen pupil in. Terwijl het bij de andere wel zat. En dan krijg je een beetje een doodseffect, dus een soort zombie-effect. Dus het is handig als je daar zegt de volgende keer pil in zet. En een andere tip misschien. Nog voor... één? Ja, nog een tip. Oh, ik denk die oudste categorie kunnen ook nog wel wat tips gebruiken. Ik denk dat de strip nog net iets afwisselender wordt als het iets meer gevarieerd wordt tussen de camerahoek waarin de figuurtjes te zien zijn. Dus dat niet alles frontaal in beeld wordt. Klopt. Ja. Maar voor de rest, het is super. En was het ontzettend. Ja. Maar inmiddels weet ik niet natuurlijk. Ik wil graag Rivka van Groenendaal feliciteren. Hele mooie paard, die ik laat hem nog eens zien. Yes. Ja, wat is dat voor het bedoel? Ja, ik zal het even wat doen. Maar ik en dan komt nu het stukje spierballen. Ja, hoe ouder, hoe zwaarder de boeken worden. Zo, alsjeblieft. Even laten staan. Voor iedereen die niet in de prijs is gevallen, ik ben toch een klein beetje in de prijs gevallen, want daar hebben wij ook een heel mooi stripakket in liggen. Dus die delen we zo meteen aan de andere finalist. En als je nu een vraag hebt over je pagina, want wij hebben als jury hebben we daarnaar gekeken, hè, er zijn dingen over bedacht, misschien hebben wij nog tips. Kom gerust nog even bij ons. Als je zoiets hebt van, wat voel je van een pagina, of, daar zijn we nu gewoon voor. Ja? Ik denk ook met een paar tips voor ons, zouden ze volgend jaar weer mee kunnen doen. En misschien wel in prijs. Ja. Dus ja, dat zou zomaar kunnen. Absoluut. Ja. Ik wil de pagina's hier nog wel houden, maar maak er dan eventueel nog foto's van of iets dergelijks, dat je er toch nog digitaal bij hebt. Want waarschijnlijk gaan we er echt nog iets leuks mee. Dan wou ik jullie ontzettend bedanken, ook de papa's en de mama's, om naar het verre Oosterhout te komen. Ik hoop dat jullie een hele fijne middag hebben gehad. En volgend jaar is er natuurlijk weer een NK Strip Day. Dus ben je weer van harte welkom op het moment. Dank jullie wel.